John van het Schip, wat heb jij er persoonlijk met bekervoetbal? Nou, het is de kortste weg naar Europa. Hè? Het is, en ja, hier bij PEC weten ze er alles van. Dus het is een mooie affiche om zeg maar, jezelf te presenteren. En, nou ja, goed, het afgelopen jaar heb ik zelf ervaring ermee gehad in Australië. Waar we met Melbourne City de Australische beker hebben gewonnen. Nou, het zijn mooie wedstrijden. Het is een grote prijs. Nou, hier helemaal. Als je in een volle kuip mag spelen. Ja, dit zijn wedstrijden die je nooit vergeet natuurlijk. En ja, die stappen daarvoor die moeten wel gezet worden. En die moet je natuurlijk goed voorbereiden en serieus benaderen. Want je ziet ook nu weer dat er toch weer uitslagen zijn die je misschien niet verwacht. Maar die wel bij het bekervoetbal horen. Hoe bereid je je ploeg voor op een wedstrijd tegen de nummer laatst van de derde divisie? Nou ja, puur ook weer vanuit onszelf. Kijkend naar hoe hun spelen uiteraard. Waar wij denken, waar we mee te maken gaan krijgen. En dat zoveel mogelijk dan weer vertalen naar ons eigen spel. Dus ja, wij zullen veel op de helft spelen bij de Meren. Wat logisch is. Maar daarnaast moeten we natuurlijk ontzettend opletten voor een aantal counters die zij willen plaatsen. Ze hebben twee snelle jongens voorin. En ja, als je niet goed staat en niet geconcentreerd bent en niet agressief genoeg bent, ja, dan krijg je ook tegen tegenstanders die zeg maar kwalitatief minder zijn, kun je kansen tegen krijgen. Dus wij moeten zorgen dat we gewoon onze job heel professioneel uitvoeren en in ons plaatsen voor de volgende ronde. En daar waar het kan, proberen ook dat op een goede manier te doen. Ja, dinsdagavond hebben we nog gezien dat profs het niet altijd makkelijk hebben tegen amateurs. Ja, elke ploeg neemt ze natuurlijk voor om dat zo goed mogelijk aan te pakken. Maar wat kun je er nog aan doen als trainer om dat zo goed mogelijk voor te bereiden? Nou ja, je moet er ook niet te veel een ding van maken. Maar het is gewoon een feit dat als je dit soort wedstrijden niet goed benadert, ja, dat je het lastig kan krijgen voor jezelf. Dan ben je jezelf je grootste tegenstander. En met alle respect voor de tegenstanders. Maar wij moeten ons natuurlijk plaatsen, dat is duidelijk. Dus de druk ligt bij ons en daar moeten we op een goede manier mee omgaan. Niet vanuit we zijn beter en arrogant. Maar vanuit kwalitatief laten zien dat we ook de betere ploeg zijn. Dat we fysiek sterker zijn. De enige manier waarin je dat kan doen is het op het veld te laten zien. En daar moet je dus wel met z'n allen van doordrongen zijn. De voorgaande vijf wedstrijden heb je steeds met dezelfde opstelling gespeeld. Dat gaat geen zesde keer gebeuren, hè? Nee, er zijn een aantal spelers die in het elftal komen. Eén, omdat er wat te kort dag is na de wedstrijd en ook kijken naar de volgende wedstrijd. Er zijn een aantal spelers met kleine klachten, dus vandaar dat we wat veranderingen hebben. Dus geen Diederik Boer, geen Dirk Marcellus en geen Mustafa Saimak? Dat klopt, ja. Dus het zijn spelers die dus kunnen voorbereiden op zondag. En andere spelers krijgen hierdoor een kans weer om zich te presenteren. Dus ja, dat is ook de bedoeling. Je hebt een selectie en daarin moet iedereen in principe gereed zijn en klaarstaan om wedstrijden te spelen. Met welke uitslag ben je tevreden? Nou, met welke uitslag ben je tevreden? Je wil natuurlijk een goede uitslag neerzetten. Dat is één. Maar je wil je plaatsen. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ja, die combinatie daarvan is denk ik wel iets wat we nastreven. Dus één plaatsen en daarnaast met een zo'n goed mogelijke uitslag. Maar ja, dat ligt helemaal aan onszelf.